Laten we naar Amerika toe gaan. Oké, dus dan zit ik nu in een vliegtuig. Ik heb een reismaatje meegenomen. Konnichiwa. Welkom bij hotel nummer 1. Dat is één van de vele hotellen die wij gaan pakken vandaag. Terwijl ik even lekker overbelicht ben. Hey, hoe is het? We zijn aangekomen in Washington DC. Het is één van de tussenstops, want de tweede stop is eigenlijk West Virginia. Welkom bij het glorieuze uitzicht van mijn kamer. Terwijl alles... Het is een parkeerplaats. Mwauw. Maar dat boeit me eigenlijk geen ene reden, aangezien ik hier toch tijdelijk ben. Maar het is wel een mooie kamer. Ik bedoel, ik heb een fucking tweepersoonsbed voor mezelf. En de airco die constant loeit, die moet ik 's nachts wel even uitzetten. Want anders zal je zien, ben ik echt binnen de kortste keren ziek. Maar als het goed is, gaan we zo direct nog even Washington DC, de stad zelfs, in. Het is hier best warm alsnog, iets van 24 graden of zo. Dus ik ga even deze trui uitdoen. Boy. Hey, kom lekker binnen. Hey, in mijn paleis. God, ik ruik het ook gewoon. Ja, nee, maar het is gewoon... Nou, misschien is mijn een tikkeltje groter. Ben je die van mij groter? Hier, komt die, hè? Komt die. Ik zoom even in. Ja, dan lijkt die nog groter. Nee, die is gelijk. Het is gelijk. Hij is gelijk. Ja. We zijn gelijk aan elkaar. Ja. Ja. Hey, hoe laat is het? Het is tijd om een Q&A op te nemen. We gaan zo meteen Washington in. Ja, maar gaan we dan de president bezoeken? De president gaat ons bezoeken. Jij bent de gay meneer. Wauw. En hij is slechts de Trump. Dus ja. Hij heeft wel meer volgers op Twitter. Ja, maar Twitter is dood, weet je. Ja, mijn is ook. Dus ja. Oh, kut. Weet je. Nee, we gaan om 5 uur gaan we de stad in. En dan weet ik veel wat de fuck we gaan doen. We moeten in ieder geval nog een half uur vol lullen. Rudy! Ja. Ze hebben hier ook gebouwen! De Mendeni! Nah! Rudy, ze hebben hier ook toeristen! Oh, wacht, dat zijn wij! Rudy! Ze hebben hier ook politiewagens! Oh nee, joh! Copyrighted muziek. Kan ik niet gebruiken. Ik ben de lul. Ze hebben hier ook witte gebouwen! Ze hebben inderdaad witte gebouwen! Wauw! Hallo meneer de president, hallo! Linda, gaan we al eten? Bijna! We gaan eerst naar de naald. Waar is de naald? De naald zou die kant. Rudy, ga je iets bestellen? Oh ja, broodje frikandel. Ja, zullen ze die hier hebben? Die lekkere broodjes. Ik denk het wel hoor. Ik hou ervan. Oh, fietser. Oh. Als ze maar niet te... Wow. Die hebben we ook in Nederland. Nee. Die zijn uniek. Oh. Koop een USA shirt. Rudy, koop er een. Nee, koop of een Make America Great. Koop een eekhoorn, Don. Ja, oh, eekhoorns kopen. Koop hem. Jezus, die stinkt, joh. Okay. Betaal met euro's. Zeg dat die meer waard is. Maar het ziet er ook niet echt heel smakelijk uit, eerlijk gezegd. Vette happen. Kijk, dit is waarom mensen dik worden. Dit is waarom we geen leuke dingen meer op de wereld hebben. Dit is wel echt pijnlijk om te zien. Wow, eekhoorns! Dat hebben ze ook in Nederland, Rudy. Nou, heb je er wel eens een gezien? Nee. Nou, daar hebben ze hem niet. Ah, oké, dat is ook weer zo. Wow. Eekhoorns. Ik ga die car eroverheen rijden. Ja, nee, doe het niet! Doe het niet! Knip het beeld weg! Rudy! Ja? Wat is dat? Oh, dat is een toren. Dat is een hele hoge toren. Dat is een flinke toren. Moet jij je tanden steken? Wacht, Don, ik heb een idee. Wat is jouw idee? Oké, film me, Don. Film jou? Film mij. Oké, ja. Oh, ja, wat? Ja, heb ik hem? Oké, you got him. Yeah! Ik ben nu een echte toerist. Nice. Wat, ben ik nu ook een toerist? Yeah, got him. IJskowagen, Rudy, IJskowagen. What? Hoor het deuntje. Ja, dat is een mooie. Dat is een mooi exemplaar. Hilarisch, geweldig, vaker doen. Ze gaan verder zonder ons. Gaan. Zitten we toch eigenlijk ook te kutten? We zitten echt, gewoon even reëel, we zitten echt te kutten. Dit is een mooie shot. Goed zo. Echt? Goed zo. Stop it. Oh. Ons gezelschap gaat er weer vandoor. Ze hebben weer betere dingen te doen. Ja, ze vinden ons gewoon vervelend. Oh, wij zijn van die YouTubers. Ja, wij zijn van die vloggers. Oh, ja. Yeah. Dat is fucking sick. Ja, dat is fucking cool, man. Dat is sick. Mannen, het is een beetje druk.
Ik denk ik meld het even, vooral als je het nog niet zag. Hey, Rudy! Zit je... Nee! Je hebt Nederland ook! Ja! Oh nee. En dat was dan de eerste dag van dit Amerikaanse avontuurtje. Het is 22:50. Ik ben inmiddels nu ook al 20 uur op of zo. Dus ik ga even lekker lang uitliggen. En dan zien jullie eigenlijk met het volgende knipje weer dat het opeens een nieuwe dag is. Wauw. Ik heb slaap nodig. What the fuck? Het is mistig. Goedemorgen, knapen. Dag 2. Vandaag gaan wij nog een vlucht doen, want Washington is niet de eindbestemming. En we gaan dan uiteindelijk op een soort privévlucht naar de bestemming toe. Wordt heel vet. Beroede. Deonne. Welkom bij de jet. Waar zijn de champagnes? Ja, we zitten in een privévliegtuigje, maar wat is champagne dan? Misschien krijgen we dat dadelijk. Treurig. Dat krijgen we nog. Ja. Weet je? Luitjes, welkom in West Virginia. Het is eindelijk zover. We mogen nu eindelijk zingen, Rudy. Yes. Eindelijk mogen we zingen. Yes. Neem me naar huis. Naar de plek. Waar ik thuis hoor. West Virginia. Grote deur klappert elke keer dicht. Check dit. Oké, dat is een beetje quiche. Maar ik heb gewoon een fucking eigen huis. Ik heb een eigen huis. Excuse me? What the fuck? In hoe... Waar... Hoe ver loopt dit door? What the fuck? What? Oh my god. Oh my god, ik heb een eigen bar. What? Ik... Nog een slaapkamer. Oké, okay, where the fuck... Oh, hallo. Een dinerkamer. Woonkamer. Een open haard met nog een zitplek. Hier kan ik toch niet in mijn eentje verblijven? Dit is absurd. Excuses, een terras? Ik ben verdwaald. Oh shit, ik trap het kleed omver. Sorry. What the fuck? Oh my god. Wat gebeurt hier? Jalle Jezus. Zelfs de badkamer heeft meerdere kleine kamers. En een fucking telefoon op de wc. Ik ga Rudy bellen. Hallo Rudy, ik zit op de wc. Are you kidding me? Oké, vooral als je het nog niet wist, ik zit in de Greenbrier Hotel. In ieder geval zo heet dat hier. Als ik even een pamfletje ergens kan vinden. Wauw! Koffie! Ik ben hier namens Bethesda, zelfs leuker nog, ik ben hier namens Fallout 76. En blijkbaar heeft Bethesda mij in een van de duurste hokken neergezet. Ik bedoel, ja, ik snap dat ik abonnees heb, maar... Jezus, vent. Ik zou om 2 uur zou ik een escape room gaan doen, maar... Ik ben hier nog helemaal niet geweest. Oh mijn god, dit is gewoon nog een kamer. Weet je waar ik elke keer bang voor ben? Dat ik gewoon iemand ineens tegenkom. Oh, nee, tuurlijk. Nog een badkamer. Pas aan. Fucking, we zijn echt met een groep van 7 en ze kunnen allemaal hier terecht, joh. Van mij apart. Oh, hey, een kluis. Maar waarom staat de lamp aan? It was my pleasure to prepare for your stay with us. Should you need anything during your visit, please feel free to call me. Oh my god. Cora, Jesse en Lloyd. Nou, Cora, Jesse en Lloyd, het ziet er prachtig uit. Dankjewel. Hier nog een badkamer. Tuurlijk. Waarom zou ik er nog één nodig hebben? Are you kidding me? Fuck it, ik ga gewoon vragen of Rudy hier komt, joh. Kijk, wat ik als eerste dacht was, de Greenbrier is gewoon een hotel. Maar blijkbaar is de Greenbrier... Oh my god, ben ik hier al geweest? Nee, hallo. Oh, dit staat werkelijk. Hey, ja, maar dit moet wel even murken. Fuck yeah. Ik heb geen idee hoe duur dit is.
Ik kan de prijs niet vinden. Hoeveel kamers zaten er ook weer in? Ouwe, ik heb geen flauw idee. Ik sta met mijn bek vol tanden. En is kloten, want ik was de laatste die uiteindelijk zijn kamer kreeg. De laatste die uiteindelijk vanuit het busje naar zijn kamer werd gebracht. Want ik zat al van, oké, al is het een hotel, dan blijf ik toch gewoon in het gebouw. Ik kreeg gewoon een busritje naar een soort park toe. Naar dit huis. Dit is een teringgroot huis. Ik wil hem opmeten. Maar daar heb ik helaas geen tijd voor. Het is nu 2:05. Om 2:00 zouden we een escape room doen. En ik moet mezelf eigenlijk nog een beetje opfrissen. Want ik heb een lange reis achter de rug. En dit is dan het huisje. Garageplek erbij. Dit. Dit in zijn geheel. Dit is mijn oprit. Mijn oprit voor de niet-auto die ik hier heb. Kijk gewoon die kasten, joh. Doe even normal. Nou ja, ik vind het op zich wel even lekker om een rondje te lopen, maar ik ga nu mijn wegbaan richting het hotel. Maar ik weet geen eens meer welke kant het op was. Ik weet het niet meer. Dit is een absurd groot vakantiepark, slash hotel, slash... What the fuck, en hoe noemen ze dit? En dan denk je misschien, goh, dat is het Witte Huis. Nou ja, in zekere zin. Ze noemen het The Old White. Het is niet het Witte Huis. Het is het hotel waar ik verblijf. Of in ieder geval, dat is het hoofdgebouw. Ik zit daar ergens. Ik vraag me af of ik überhaupt wel daar naar binnen kan, want dit is een zijingang. Wat een gigantisch, absurd gebouw. Ik ga even een shotje maken, hoor. Oké, dit is het ideale shotje. Zip, zip. Zigam. Doe even normaal, joh. Een winkelstraat. In een hotel. Buddy, we zitten vast. Oh nee, we moeten zitten in een ontsnappingskamer. Oké, we gaan nu gelijk zoeken hier met. Don, we zitten in een ontsnappingskamer, we moeten ontsnappen. Ja, ik wil even de introductie. 3 clues. Ik vind het wel geinig dat er zo'n 80s thema aan vast zit. Doctor, dus. Oké, er is een bioscoop waar we in zitten. En in die bioscoop zit een filmrol en die moeten wij hebben. Aangezien die van ons verloren oom is en die is veel geld waard. Maar daarvoor moeten we eerst nog 4 andere vinden. Of 5 andere. 5 andere vinden. Oké. Met oom en Jim. Ik heb iets geopend. Ik heb een koenkie. En we moeten die... Heb je de koenkerman? Ik heb de koenkerman. Oh man, we moeten die dus vinden voordat het gebouw wordt gesloten. We hebben 50 minuten voor. Net de paniek. Dat gaan we nu dus doen. Hé, is dit een hint? Ik hoop dat ik slim ben. R2A. We hebben veel hints. Nee. Oh, de koenkermanen moet daar. Tuurlijk, ja, de koenkermanen. Ze hebben allemaal figuurtjes van... Oké. Ah. Oh yeah, my jam. Ik heb huisgenoten gekregen. Ik citeer: Hi mate, turns out we were all assigned rooms and this one was mine. You're in 6297. Wat dus de glorieuze roze kamer is. Hey Rudy, leuk dat je er bent. Hey, wat? Dat betekent dat je niet hier kan slapen. Ik heb een plekje al gevonden hoor, ik kan hier gewoon slapen. Hey, desnoods ga je naast mij hoor, het is een groot genoeg bed. Mannen, we gaan even een feestje houden hier. En dan nok ik ook even met filmen. Kijk, ik heb wel een leuk hoedje overigens, dus dat is wel fijn. We gaan lekker drinken, maskertjes hebben. Top 38 van Europa, solo curling. Top 38, fijne avond. Country roads, take me home.
gaat hij voor de rest ook weer? Is dat niet meer Lady Gaga? Hallo Beenroeders, welkom bij een nieuwe video van de gay... Hey Don, wat ben je aan het doen? Hey, toevallig dat jij hier ook bent. Ik ben Blades aan het doen. Oh, wat is Blades? Blades is een mobiel spelletje, ook van Bethesda. Aha. Wacht, ik ga die spinnen verdoden. Ook een spin? Dat is een giant forest spin. Takang, takang, hebbes. Dat is een grote. Dat is een hele grote. Don, ben je nu heel blij? Je bank hebben of zo. Nee. Maar het ziet er wel echt legit goed uit. Daar zijn we dan, in de zaal der zalen waar we daadwerkelijk ook Fallout 76 mogen spelen. Ik zit zo direct daar, Rudy zit naast me. En wij zijn blijkbaar Team Settler met een groepje van vier, dus dat belooft veel leuks te worden. Ik ben heel erg benieuwd, want natuurlijk werden we al een beetje opgehyped door presentaties en dergelijke. Maar nu gaat het daadwerkelijk ook gebeuren. Ja, dat is toch mooi om te zien. Hey, welkom bij dit voice-over gedeelte van Fallout 76. Ik ben uw gast hier, Don. Hey. Welkom bij gameplay. Je begint natuurlijk als van ouds in een vault. En dan moet je je weg naar buiten banen. Maar ditmaal, de game is multiplayer. Dus de kans is zeer groot dat je wel eens mensen zult tegenkomen. Of dat je met een party gaat spelen of wat dan ook. En dat... was een aspect waar ik in eerste instantie een beetje sceptisch over was. Net als wellicht heel veel. Maar het is eigenlijk best wel een toegevoegde waarde. Het maakt het in mijn optiek eigenlijk veel leuker om de game nu uit te spelen. Het is natuurlijk nog steeds mogelijk om gewoon singleplayer te spelen. Of gewoon in je eentje te spelen. Want dan moet je gewoon mensen vermijden. En dat kan best wel gauw in deze hele grote map. In ieder geval, de gameplay hier, er waren ook developers aan het meespelen in de desbetreffende server. Je kan in een server met 24 man in totaal, met parties van 4. En ja, de developers deden ook mee. En dat was eigenlijk best wel leuk om te zien, want die waren echt hoog level en die hadden echt zo'n power armor. En dat was heel indrukwekkend om te zien naar zeg maar waar je naartoe kunt bouwen. Want je kan dus eigen kampjes bouwen en die kan je dus neerplaatsen. Als je uitlogt, dan wordt dat een blueprint. En dan kan je die uiteindelijk weer plaatsen als je ingelogd bent. Ook als je level up gaat, werkt ze tegenwoordig met perk kaarten en niet meer met een talent tree, zeg maar. Dus je kan het invullen zoals je wilt. Dat is weer een developer, die had zijn basis midden op de weg staan. En Rudy met zijn rotkop, die begon op hem te schieten. Dus ja, die turrets begonnen op hem te schieten. Dat was een tering droog. Oh, dat was zo grappig. Ja, er zit dus in de game zit een wanted systeem. Dat je hebt dus ook pacifist modus, wat je eerder kon zien toen we in de kluis zaten. Want je hoeft niet per se te PvP'en. Als jij bijvoorbeeld niet wilt PvP'en, dan kan je gewoon niet bemoeien met mensen. En als mensen jou dan aanvallen, dan hoef je niks terug te doen, want dan incasseer je gewoon minder damage. Maar stel je gaat wel in de PvP bezig, dan doet dat gewoon gelijke damage. Dit is een wanted persoon. En die... had dus blijkbaar iemand gekild die niet terugvocht. En daardoor had hij dus een bounty op zijn hoofd. En kon iedereen op de map kon hem zien. En als je hem dan kilt, dan krijg je zijn bounty. En die bounty is gebaseerd op die munten. En die munten gaan dan uit zijn broekzak vandaan. Dus dat is een heel leuk concept om PvP toch nog wat interessant te houden in deze game. Alright, we hebben net gameplay gehad. We gaan nu even niks meer doen. Want we hebben pauze. Rudy, we hebben pauze. We hebben zelfs ook een Q&A gehad met de developers. Dat was wel geinig om een beetje hun gedachtegang te weten achter de game. Dus we mochten aan beroemde Pete en Jeff mochten we even een paar vraagjes stellen. Van hoe zal de game eruit zien in multiplayer? Hoe zit het met basissen bouwen en zulke soort instanties? Of dat uiteindelijk wel... goed zal verlopen en daar hadden ze allemaal goede antwoorden op. Dus ik ben heel erg benieuwd naar het uiteindelijke resultaat. Weet je wie ook buiten is? Je zult het niet geloven. De ik man. Ben het. Hey. Lekker buiten hey. Spelen. Lekker spelen. Ook gaan we hey, lekker spelen. Lekker spelen. Lekker spelen. Waar is Timon? Timon, wat ben je? Treurig.
Ik ga even kijken wat er nog meer is, Rudy. Laten we... Ik zie Paolo gelijk met hamers wieberen. Laten we kijken. Kunnen we al wieberen? Overigens gaan we hier trouwens zo direct eten allemaal. Maar dat komt later nog wel. Eten is niet zo interessant om te zien. Maar kampvuren daarentegen wel. Kan je ook een kampvuur in de game maken, Rudy? Ja, moet je kraften. Ik hou wel van kraften. Lekker man. Hallo. Goed geshaked, Don. Don, je hebt hem. Je pakt die bijl, hè. Je zet je minder dominante been voor. Of oh ja? Onderop. En je tieft hem er zo overheen. Oh ja. Vertel me alsjeblieft meer. Oké. Okay. Mannen. We hebben de avond afgesloten. We hebben overigens lekker gedronken met de developers. We hebben een hele leuke avond gehad. We hebben even een lekker borreltje gedaan met de developers. Een beetje vraagjes gesteld alsnog. En ook gewoon hun een paar woordjes leren kennen. Want het zijn pure Amerikanen. Waardoor waaronder één volledige man uit Boston vandaan. Ja. En waar die andere vandaan kwam, weet ik niet. Dus we hebben ze onder andere neuken in de keuken laten leren. Zeker weten. Dus daar hebben we van genoten. En voor de rest, ja, we hebben het gewoon hartstikke gezellig gehad. Mannen, we gaan vaarwel zeggen aan de mooie roze kamer. Eindelijk. We mogen weer naar huis. We worden eigenlijk gewoon naar huis gestuurd. Hey, Bethesda, bedankt voor het trippie. Was leuk. Er is genoten. We gaan nu nog eigenlijk even ontbijten en dan naar de vlucht naar huis. Wat voor de rest niet denderend boeiend is. Dus hey, tot daar.